We zijn geschrokken over het verhaal van de kinderen die zich bij ons gemeld hebben en die op zoek waren naar hun vader. Geschrokken omdat wij ons realiseren welke impact dit kan hebben voor de kinderen, maar ook voor hun ouders. Tegelijkertijd is het onacceptabel wat deze arts in deze periode heeft gedaan. Wij zijn natuurlijk direct in gesprek gegaan met kinderen en met ouders om te kijken waar we ze kunnen helpen. We hebben besloten om een onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen die in de komende periode onderzoek zal gaan doen naar de vraag: wat is er nou precies gebeurd in deze periode? Mocht je nou zelf met vragen zitten of twijfels hebben, meld je dan bij ons. Dan gaan wij met je in gesprek en kijken we wat we voor je kunnen doen.